Welkom allemaal. Nou, het is net na de meivakantie. We beginnen met een nieuw thema. En ik wil je toch eventjes iets laten zien wat een leuk begin is voor dit thema. En wat we gaan gebruiken voor dit hoofdstuk. Het hoofdstuk gaat over afweer of bescherming. En nou, wat was er bij mij aan de hand? Ik had een ooginfectie. Ooginfectie even intikken. Dan zie je allemaal gruwelijke plaatjes. Wat was er aan de hand met mijn oog? Even kijken als we dit... Nou, eigenlijk was dit aan de hand met mijn oog. Je ziet hier een zeer rood oog. Je ziet ook dat het dikker is. Bij mij was het hier dikker. Bij mij was het daar dikker. En het is nog steeds een beetje dik. Maar ik ben naar de dokter geweest. En die heeft mij een spulletje voorgeschreven. En dit is het spulletje. Het was een oogzalf. Je ziet, ik heb hier al een deel van gebruikt natuurlijk. Wanneer was dat? Dat was 10-5. Dit is mijn geboortedatum. Dit is het doosje. Mijn adres, 2 tot 3 keer per dag, een druppel. Nou, het is een zalfje. Het is een druppel, dat werkt niet. Ze zei een centimeter. En ik zal je dat straks nog beter laten zien. Gebruik dat 2 dagen na verdwijnen van de klacht. Is niet zo lang houdbaar. Niet langer dan 10 tot 14 dagen gebruiken. Het is voor een bacterieinfectie. Wat is het werkzame stofje? Nou, je ziet het hier ook staan, chloramphenicol. En het is een 1% oplossing, 10 milligram per gram. En we hier de bijsluiter. En die bijsluiter, daar lopen we zo nog even doorheen. Nou, goed, een ooginfectie. Nou, dat is niet zo fijn, maar wel interessant natuurlijk. Ik ga even dat stofje opzoeken. Chloramphenicol. Chloramphenicol. Je ziet hier, dit is het stofje. En als je dat een systematische naam geeft, dan is het 2,2-dichloorstikstof, beta-hydroxy, ahydroxymethylviernitrofenylacetamide. Met andere woorden, chloramphenicol. Ja, die arbitraire namen. Wat chloramphenicol is natuurlijk veel handiger. Je ziet, het is niet een heel lastig stofje. Het is niet heel complex, maar er zitten 2 chloorverbindingen in en daar zal de werkzame stof, de werkzaamheid wel mee te maken hebben. Hier in Nederlandse Wikipedia, je ziet het is een bacteriostatisch antibioticum en dat de synthese van eiwitten in bacteriën remt. Nou, er staat iets over waar het voor is, de bijwerkingen en... Nou, dat is het wel. Dat is een beetje jammer. Een beetje jammer aan die Nederlandse Wikipedia-site. Even kijken wat staat hier. Chloramphenicol is effectief tegen een breed spectrum aan micro-organismen. Maar het wordt vanwege de ernstige bijwerkingen vooral gebruikt bij levensbedreigende infecties. Alleen oogdruppels zijn nog geregistreerd in Europa. Het is dus voor andere indicaties geen geregistreerd medicament meer. Oh, dat is wel zorgwekkend, zou je toch zeggen, hè? Levensbedreigende infecties. Nou, dat is het niet echt, mijn ooginfectie. Wat staat hier nog meer? Wordt ondergebruikt bij Chloramphenicol stopt de bacteriën door bindingen aan het bacteriële ribosoom. En chloramphenicol is een verbinding met girale centra. Nou, dit is nogal scheikundig. En iets met het Gray Baby Syndrome. Nou, wat ik vaak doe, als ik zie dat de Nederlandse Wikipedia-site zo sumier is, dan ga ik naar de Engelse. En dan zie ik dat die veel uitgebreider is. Hier staat het ook, een antibiotica. Het is een breed spectrum antibiotica. Dat is iets, dat vind ik interessant. Dat moeten we onthouden. Breed spectrum antibiotica. Het is effectief tegen een grote variëteit van gram-positieve en gram-negatieve bacteriën. En ook dat wil ik dat je onthoudt, want daar gaan we dit hoofdstuk mee aan het werk. The most adverse effect associated with chloramphenicol treatment is bone marrow toxicity. Oh, dat is niet zo goed, want in het beenmerg gebeurt nogal wat. En wat precies? Dat wil ik ook dat je dat onthoudt. Daar komen we later op terug. En two distinct form, En het is aplastic anemia. Dat is ook niet zo goed. Dit is idiosyncratic. Wat betekent idiosyncratic? Dat is rare, het is dus heel zeldzaam. Unpredictable, unrelated to dose. En het is generally fatal. Maar als je Engels weet, dan weet je dat fatal, daar ga je dood van. Dus dat is niet zo goed. Maar gelukkig is het rare. Dus ik heb een goede kans dat ik dit overleef. Ja, nou, iets geschiedenis. Het is al heel lang bekend. Sinds 1949 is dit al bekend. Ook weer dat Gray Baby Syndrome. Nou, ik wil je voor de rest... worden we niet zo, zo heel veel wijzer van. Even terug naar die Nederlandse. Je ziet hier... Het is dus heel erg biologische beschikbaarheid. Het is dus goed opneembaar. Metabolisatie, hepatisch, dat betekent door de lever. Het wordt de lever afgebroken. Halveringstijd is 1,5 tot 4 uur. Dus na 1,5 tot 4 uur is het nog maar de helft van de concentratie. En de uitscheiding is renaal. Dat is een ziek woord voor via de nieren. Dus je piest het uit. Gaan we even naar de bijsluiter, want die hebben we natuurlijk ook gekregen. En die zag je ook hier in het plaatje. Hier is de bijsluiter. En die bijsluiter, nou, daar staat ook het een en ander nog in. Ook weer de werkzame stof. Wanneer mag het middel niet gebruiken? Mag het middel niet gebruiken als u ernstige leverstoornissen heeft? Nou, dat lijkt me vanzelfsprekend, want die lever breekt het af, hè? En in familievoorgeschiedenisgevallen zijn geneesmiddelen die het B-merg beschadigen. Dus hier hebben we dat B-merg ook weer. Oké. Zwangerschap. Nou, dat ben ik niet. Nou, onmiddellijk na toediening kan de gezichtsvermogen constant worden beïnvloed. Dit veroorzaakt de verdeling van de zalf over het hoornvlies rekening te houden. Nou, dat klopt, hè, want als ik die zalf in mijn ogen doe, dan kan je wel iets bij voorstellen. Nou, dan zie ik gewoon voor de komende kwartier niet zoveel. Nadat infectieverschijnselen zijn verdwenen, moet de behandeling nog 48 uur worden voortgezet. Daar gaan we ook naar kijken. Wat is er hier aan de hand? Nou, hier. Dop van de tube afschroeven, dit is wat ik moet doen. Breng het hoofd enigszins naar achteren, kijk naar boven. Dat is, vind ik nogal lastig te doen. Ik kijk in de spiegel. Het onderste ooglid naar voren, een soort van zakje. Daar knijp ik een centimeter zalf in en het komt daarin terecht. En nou, dan moet ik maar alles weer loslaten en dan knipperen en dan verspreidt het zich over mijn hoornvlies. Nou goed, door middel hiervan gaan we een aantal opdrachten doen. Ik wil dat je gaat kijken naar bijvoorbeeld wat is die werkzame stof, wat doet die, wat doen antibiotica, waartegen helpt het en dat soort zaken nog meer. Maar dit is een soort introfilmpje voor de rest van het thema. Ja, ik hoop dat deze praktische benadering, dat je daar iets meer van opsteekt. Goed, we gaan ermee aan het werk. Oké dan, hoi hoi. Godver.